We hebben maar geluk met het Brabantse grondwater. Dat is van zo'n goede kwaliteit dat we er al ons drinkwater vandaan halen. En dat is uniek in Nederland. Naast drinkwater gebruiken we het ook voor levensmiddelen, landbouw en natuur. Daarom is het belangrijk om die kwaliteit op peil te houden. Er zijn namelijk manieren waarop het grondwater vervuild kan raken. Industriële activiteiten, olielekkages, bestrijdingsmiddelen, bemesting of door calamiteiten als brand en verkeersongelukken. Grondwater wordt gewonnen in putten. Die liggen in waterwingebieden. Daar mogen alleen activiteiten plaatsvinden die met drinkwaterproductie te maken hebben. Om dat drinkwater veilig te stellen, zijn er grondwaterbeschermingsgebieden vastgesteld. Die liggen ruim rondom de waterwingebieden. De buitengrens van dit gebied hangt af van hoe diep het water wordt gewonnen en of er een kleilaag in de bodem zit. Grondwaterbeschermingsgebieden zijn zo groot dat een druppel regenwater er 25 tot 100 jaar over doet om een winput te bereiken. Grondwater is beter beschermd als er een kleilaag boven de waterbron ligt. In dat geval wordt het gebied aangewezen als boringsvrije zone. Want boringen zorgen voor lekkages van die kleilaag. Als hij onvoldoende afsluitend is, of als er helemaal geen kleilaag is, dan gelden er meer regels om verontreiniging te voorkomen. Bestrijdingsmiddelen mogen niet worden gebruikt, zware industrie is verboden en er mogen geen tankstations staan. Dus, als je in je tuin of in de bodem wil graven en je gaat dieper dan 3 meter, dan gelden er bepaalde voorschriften. Je moet de werkzaamheden melden bij de Omgevingsdienst. Die voeren het milieubeleid van de provincie uit. Zij bepalen dan of dat mag en onder welke voorwaarden. Zo zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst kunnen genieten van ons heerlijk Brabants grondwater. Voor meer informatie ga naar www.brabant.nl/grondwater.